Dus u heeft een goedkope verzekering afgesloten. Keurige vergelijking gedaan op internet en gewoon maar de goedkoopste uitgekozen. Want zo bent u wel heel voordelig verzekerd, toch? Stel, u ligt in uw tuin van de rust te genieten. Ineens zakt uw hangmat door. U verrekt van de pijn en u gaat naar het ziekenhuis. Gelukkig, u bent uitstekend geholpen en vertrekt met een fijn gevoel naar huis. Totdat een flinke rekening op de deurmat valt. U was toch voordelig verzekerd? Goedkope verzekeringen zijn meestal voordelig met een reden. Wees bewust van het feit dat uw eigen ziekenhuis misschien niet wordt gedekt door uw goedkope verzekering. Laat u niet zomaar verleiden door de lage premie. Kies wat bij u past en weet wat u afsluit. Let goed op het volgende. Wat kost mijn verzekering? Waarom is deze goedkoper of duurder dan andere verzekeringen? Kan ik bij mijn ziekenhuis terecht? Voor alle behandelingen? En wat moet ik zelf betalen? Zo komt u niet voor verrassingen te staan mocht er nog eens iets gebeuren. Controleer snel hoe het met uw verzekering zit. Wilt u overstappen op een verzekering die beter bij u past? Zorg dan dat u voor 1 januari uw huidige verzekering opzegt. En dat u voor 1 februari een nieuwe verzekering afsluit. Kijk ook op wfg.nl/onbezorgdverzekerd voor meer informatie en tips bij het maken van de juiste keuze voor u.